twee wedstrijden te gaan in deze competitie. AZ de koploper, Ajax volgt op 2 punten afstand. En dus is dit een uiterst belangrijke wedstrijd, een cruciale wedstrijd voor Ajax A1 in de jacht op de landstitel. En de koppositie staat dus op het spel in deze wedstrijd, want bij winst grijpt Ajax weer de leiding in de competitie. En winst is eigenlijk het enige wat telt vandaag voor de ploeg van Gerry Vink en Winston Bogarde. Zakirovski, dit is gevaarlijk. Geen buitenspel voor Zakirovski, dan is hier de kans en daar is de goal voor AZ. Zia Zakirovski, het ziet er achterin niet goed uit bij Ajax. En de koploper pakt de voorsprong. Bergsma. Dekker. Is Schouten steeds wel te slim af. De voorzet, Bergsma is mee en daar is de grote kans voor Ajax. Maar ook de goede reflex van Maarten List op de kopbal van Leon Bergsma. Eiting heeft wat ruimte. Eiting naar de rechter, Eiting! En weer een goede redding van Maarten List. Goede actie van Eiting. Dolberg komt hoog. Dan moet die bal er ook een keer goed vallen. Nunnely misschien nu. Nunnely en daar is de gelijkmaker. In de 41e minuut zet Jay Nunnely Ajax weer naast AZ. De belangrijke. 5 minuten voor de rust. Wijndal. Daar is Druif. Druif. En die stuit het erin. Wat een mooie volley van Ferdi Druif. En 2 minuten na de rust staat AZ weer voor. Slechte paas van de Lange. Dan is de goal leeg. En die bal gaat erin. Het is 3-1 voor AZ. Jeremy Helmer straft die slechte paas van Jeffrey de Lange genadeloos af. We zijn 5 minuten bezig in de tweede helft en AZ heeft er al 2 in liggen. Een pijnlijk moment voor Ajax. En de weg naar de titel wordt nu wel heel erg lang en heel erg lastig. Druif krijgt hem mee. Dan is het 3-2. Druif. En dan kan het hier afgemaakt worden. Wordt het 4-1? Nee. Stenks mist oog in oog met de Lange. Iedereen van AZ terug in de eigen 16. De Ligt. En die bal. Is hij over de lijn? Hij is over de lijn. De 2-3 voor Ajax. Protesten bij AZ. En nu een opstootje op het veld. Maar de kopbal van De Ligt is over de lijn geweest. De Wit. Dolberg op 10 dus. Punt naar voren. Dolberg. Schiet het Dolberg. Een moeizame redding van Maarten List. Op het knappe schot van Dolberg. Een verraderlijk schot. Kluivert handig. Is er voorbij. De voorzet. Daar is Sierhuis. Maar zijn schot wordt geblokt door Jurie Church. En dan zijn het die 2 goals in de tweede helft geweest die Ajax opbreken. Want vanaf de aftrap tot de 50ste minuut stond het ineens van 1-1, 3-1. Dekker. Nu nog Dekker, maar hij gaat hard voorlangs. Wat een grote kans nog. Bal moet naar voren. Goeie paas, Eiting. Dekker. Kluivert natuurlijk. Kluivert, goede voorzet. Sierhuis, daar is het 3-3. Diep in blessuretijd. Een strak aangemeten voorzet van Kluivert. En Kai Sierhuis kopt hem binnen. De goal waar Ajax op wachtte. Maar is dit genoeg? Dat is de vraag. En kan het dan nog meer? Kluivert. AZ wordt geen kampioen vandaag. Maar
Ajax heeft nog steeds weinig aan dit gelijkspel. Bakboord. Nouri. Maar bij een zege van PSV is Ajax alsnog uitgeschakeld voor de titel. Dekker, De Ligt. En daar is ook nog de 4-3. Het is niet te beschrijven, deze slotfase. Matthijs De Ligt met zijn tweede. Ajax keert diep in blessuretijd. De wedstrijd helemaal om. En gaat toch nog aan kop. Wat een onbeschrijfelijke wedstrijd is dit. Matthijs De Ligt. Met zijn tweede doelpunt. De gele kaart die hij krijgt voor het uittrekken van het shirt. Het zal hem niks doen. Nou moet Ajax natuurlijk weer tegenhouden. Nou moet AZ weer op jacht naar de goals. Komt de geel voor Nouri. Wat heeft hij dan gedaan? Wat een wedstrijd is dit. Wat een bizarre wedstrijd. Iedereen van AZ mee naar voren. De Lange moet pakken en heeft hem. En hervat dan snel. Kluivert raakt hem niet goed. En dan krijgt Nouri nog een keer geel of niet? Hier is de tweede gele kaart voor Nouri en die moet dan nog inrukken. Rood voor Nouri. Krijgt twee keer geel binnen een halve minuut. De Lange neemt de tijd. En hier is het eindsignaal. Een onwaarschijnlijke comeback van Ajax A1. Houdt de ploeg in de titelrace. Sterker nog, Ajax is weer koploper. Na deze krankzinnige 4-3 zege op AZ. Een onwaarschijnlijke wedstrijd. Een memorabele wedstrijd. En Ajax heeft nog steeds de landstitel in eigen hand. Het is een wedstrijd om niet snel te vergeten. Ajax leek dood en begraven. Maar het staat weer bovenaan de eredivisie voor A-junioren.